Goedendag, welkom bij GPTV. Een van de verdachten in de Tjeukenmeermoordzaak, Semih K., is donderdag beschoten in Amsterdam. Na de schietpartij ging de dader er te voet vandoor. De politie onderzoekt of een brandende auto waar zij tijdens de zoektocht naar de dader op stuitte, verband houdt met de zaak. K. werd in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld en kon later op de avond weer naar huis. Eerder dit jaar legde hij al een verklaring af over zijn bijdrage in de Tjeukenmeermoord. In 2013 werd aan de oevers van het meer het verbrande lichaam van de 35-jarige Omar Kuric aangetroffen door voorbijgangers. Vermoedelijk is het slachtoffer al in Amsterdam vermoord en later naar het Tjeukenmeer gebracht. Semih K. beriep zich al die tijd voor zwijgrecht, maar kwam afgelopen zomer toch met een verklaring. Zijn vader, hoofdverdachte in de moordzaak, overleed in zijn cel. Volgende week dient in Leeuwarden de rechtszaak tegen de 19-jarige Semih K.